Lil Kleine zat vorige week 3 nachten lang vast op het politiebureau vanwege de mishandeling van zijn vriendin Jamie Vaas. Hij werd tegen de zin van het Openbaar Ministerie in vrijgelaten en maandag dient het hoger beroep, waarmee ze hem weer de bak in willen krijgen. Maar hoe moet dat als hij dan nog steeds in Spanje zit? Het zou heel dom zijn van Lil Kleine als hij niet direct terugkeert naar Nederland als hij weer de cel in moet, zegt misdaaddeskundige John van den Heuvel in RTL Boulevard. Wat verwacht John dat er volgende week gaat gebeuren? Als hij terug naar de cel moet, dan verwacht ik eigenlijk dat hij terugkomt of dat er een verzoek zal worden gedaan aan de Spaanse autoriteiten om hem daar op te pakken en hem naar Nederland te sturen. Kan de Spaanse politie hem gewoon oppakken? Dan moet er een arrestatiebevel naar Spanje, maar die jongen zal toch niet zo dom zijn om als hij terug moet komen om in voorlopige hechtenis te gaan, dat hij in Spanje zou onderduiken of zo? Ik weet het niet, maar dat zou niet heel slim zijn. De behandeling van het hoger beroep vindt plaats achter gesloten deuren.